Een speciale gast op het oefencomplex van AA Gent. De Gondwaanse plantrekkers, de United-ploeg van Gent, is uitgenodigd voor een wedstrijd met de eerste ploeg. Maar eerst een professionele opwarming. Zullen we beginnen met één grote ronde? En dan zie ik jullie daar bij de pot. Bram is een van de vaste gezichten van deze United-ploeg. Achter zijn uitbundige lach op het veld schuilt een moeilijk verleden ernaast. 6 jaar geleden zat ik diep in de shit, in de miserie eigenlijk. Omdat ik, ik heb een drugsverleden. Ik was toen afgekikt en ik wou mij echt herstellen. Maar door mijn herstelproces kon ik niet meer functioneren op het werk. Dus dat ik mijn werk kwijtraakte, kon de rekening niet meer betalen, geen inkomen. Dus zo in de miserie op straat beland. Ik woog toen 125 kilo, omdat ik wat dinges, weinig zelfvertrouwen, opsluiten. Maar mijn zus had mij toen gevonden om te zeggen dat het niet goed ging met mijn moeder ook. En ook dat ze in een voetbalploeg speelde. Mijn moeder, 60 jaar, in een voetbalploeg, dat moest ik zien. Ik had ze dan zien voetballen, dat was ook wel een wijs sfeerke. Met mijn situatie, en dat is blijkbaar de homeless cup, ja, dat kwam gelijk perfect uit. Op welke manier helpt United jou dan in jouw leven? Op veel manieren dat ik zelf nog niet besef, volgens mij. Want dus in mijn was dat vooral mijn conditie een beetje, ook bezigheid. Het is belangrijk dat je bezig blijft voor je hoofd goed te krijgen. Goed. Zijn we er klaar voor? Ik wel, ja. Na de opwarming is het tijd voor het echte werk. Tijd voor de United-spelers om zich te meten met de profs. Hein van Hazenbroek is tevreden met wat hij ziet. Heb je al talent ontdekt bij deze United-spelers? Ja, maar dat had ik al de vorige keer ook. Er zit, bij al die groepen zit heel veel talent. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om in de eerste plaats. Het gaat hem over vooral de beleving, het elkaar ondersteunen, elkaar vinden ook. En er eigenlijk kracht en moed uit putten ook. Hè. Als je samen bent, dan ben je altijd, sterker dan wanneer je er alleen voor staat. Hè. Dat is in het profvoetbal zo, maar nog veel meer op hun niveau. Hè. Het zijn moeilijke tijden. Meer en meer mensen krijgen het moeilijk ook. Dus als je iets kan bijdragen als voetbal zijnde, ja, dan moet je dat doen. Ze hebben natuurlijk wat moeilijker dan ons. Ze komen uit een beetje een onstabiele situatie. Waar hun toch alles kunnen vergeten op het veld. En ik denk dat net als voor ons als voetballers een beetje hetzelfde is. Je creëert natuurlijk zo'n andere band, een speciale band. Met je teamgenoten, met de staf. En dat is zeker zo. Als je op de club aankomt, dan vergeet je eigenlijk alles. Als je op het veld staat, vergeet je ook alles. En het is een fijn gevoel voor als je van voetbal houdt. Ik denk voor hun ook dat het gewoon een heel mooi moment is. Ik denk dat bij iedereen is. Vanaf dat je op het veld stapt, dan vergeten we wat er eigenlijk in de rest van de wereld aan het gebeuren is. En dan geniet je er gewoon van. En of dat je profvoetbal speelt of niet, het gaat toch om de liefde voor het spelletje. En dat was mooi om te zien vandaag. Hoe was het om op het veld te staan met die Gent-spelers? Zalig. Het was echt wel een wijs sfeerke, goede mentaliteit. Ze hebben ons ook wel redelijk goed gedragen. Een beetje druk achtergezet, omdat ze zagen dat ik aan het prutsen was, gelijk Lukaku gisteren. Dus gaven ze mij veel pasjes om mij, en was ik goed aan het lachen. Als je nu terugkijkt op 10 jaar geleden, hoe belangrijk is United dan geweest in jouw evolutie? Zeer belangrijk. Hoe dat ik gegroeid ben, hoe dat de mensen kijken ook naar mij ondertussen, omdat ik ze wel, ik heb vaak teams een beetje wel, alleen dat ik ze een beetje kan delegeren voor de moed te kalmeren als het escaleert. Ik word er socialer van, dus ik kan het niet beschrijven op hoeveel manieren. Mijn zelfvertrouwen dat groeit, de kansen, ik heb België al vertegenwoordigd in Polen voor de Wroclaw Cup. Dus dat zijn kansen, ik krijg het maar een keer, het is gewoon fantastisch.